In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij dit programma. Het heet Vasten en Bidden. En in elke aflevering kijken we naar verschillende gebeurtenissen en heiligen. Wat zij hebben gedaan met vasten en bidden. Omdat wij nu natuurlijk in de vastenperiode zitten. Nou, vandaag gaan we kijken naar Daniël in de leeuwenkuil. Wie is Daniël? Daniël was in de tijd van koning Darius, was hij een van de drie rijksbestuurders in dat koninkrijk. En hij was dus best wel een belangrijke man. Want onder de koning zitten dan de rijksbestuurders en daaronder zitten de stadshouders. Koning Darius heeft Daniël een hele grote verantwoordelijkheid gegeven, omdat hij een bijzondere geest bij zich had. Hij was best wel speciaal. Maar op een gegeven moment waren de stadhouders en de andere rijkshouders die dachten van, waarom heeft Daniël zoveel macht? Waarom houdt de koning zoveel van hem? Wij moeten iets voor hem, tegen hem vinden, zodat hij bestraft wordt. Of zodat zij een klacht tegen hem in konden dienen. Maar omdat Daniël zo rechtvaardig was en heel loyaal was naar de koning, konden zij geen aanklacht tegen hem indoen, want hij deed niks verkeerd. Dus toen zeiden ze van oké, wij moeten iets gaan vinden tegen hem en zijn God. Want Daniël was natuurlijk iemand die heel veel bad en hij had een hele goede band met God. Dus daar wilden zij iets tegen vinden. Dus toen hebben zij nagedacht van oké, wat kunnen wij doen? Wij gaan een wet opstellen waarin niemand, het hele volk niet, 30 dagen lang iets anders kan aanbidden. Een god kan aanbidden of een ander mens kan aanbidden, behalve koning Darius. Nou, dat hebben ze toen opgesteld en zijn ze mee naar de koning gegaan, naar koning Darius. En dat hebben ze aan hem uitgelegd. En wie dan wel in deze 30 dagen iets anders ging aanbidden, dus een god of een mens ging aanbidden, die moest dan in de leeuwenkuil gegooid worden. Nou, koning Darius dacht, nou, dat is misschien wel een goed plan, want mensen gaan mij aanbidden, waarom niet? Dus hij heeft dat ondertekend. En als de koning iets ondertekent, dan kan dat niet teruggetrokken worden. Nou, toen Daniël dit hoorde, dacht hij niet van, oh, nu moet ik stoppen met bidden. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dus hij bleef 3 keer per dag bidden. In de ochtend, middag en in de avond. Dat bleef hij doen. En dat was natuurlijk een kans voor de andere rijksbestuurders en de stadhouders van, daar kunnen we hem pakken. Dus ze zijn naar zijn huis toe gegaan en zij zagen in zijn raam dat hij aan het bidden was. En toen zijn ze gelijk naar de koning toe gegaan. Hebben ze tegen de koning gezegd, koning, u heeft toch ondertekend dat niemand gedurende 30 dagen lang een andere god of een ander mens mag aanbidden? Toen zei de koning, ja dat klopt, dat heb ik inderdaad ondertekend. En omdat het een wet is, kan dit niet teruggedraaid worden. Toen zeiden de stadhouders en de rijksbestuurders van, oh, maar Daniël die heeft dat wel gedaan. Hij was wel aan het bidden. Dus hij moet in de leeuwenkuil gegooid worden. Nou, wat ik net ook al heb gezegd, koning Darius die mocht Daniël heel erg. Dus hij was best wel verdrietig. Hij dacht, dat is niet wat ik wil. Maar hij kon het niet terugdraaien. En hij probeerde het wel, maar dat lukte gewoon niet. Dus toen heeft hij Daniël in de leeuwenkuil gegooid. En koning Darius heeft toen tegen Daniël gezegd, voordat hij hem de leeuwenkuil ingooide, jouw God gaat jou redden. Nou, toen is Daniël uiteindelijk in de leeuwenkuil gegooid. En toen hij in de leeuwenkuil was, heeft hij alleen maar gebeden. En toen hij aan het bidden was, heeft God een engel gestuurd. En de engel heeft de muilen van de leeuwen heeft hij stilgelegd. Dus de leeuwen die zaten eigenlijk om Daniël heen en die deden helemaal niks. En terwijl Daniël dus in de leeuwenkuil zat, was de koning heel erg bedroefd. En omdat hij zo bedroefd was, heeft hij die hele nacht dat Daniël in de leeuwenkuil zat, helemaal niks gegeten. En hij heeft niks. Een koning heeft vaak dat hij dan muziek heeft of iets van plezier. Hij had helemaal niks van plezier de hele nacht dat Daniël in de leeuwenkuil lag. Dus de volgende ochtend is de koning snel naar de leeuwenkuil gegaan en die heeft toen Daniël geroepen en gevraagd van, hey Daniël, leef je nog? Heeft God jouw God jou gered? En Daniël zei tegen hem, ja koning, mijn God heeft mij gered. Hij heeft een engel gestuurd en die heeft de muilen van de leeuw stilgemaakt. Nou, de koning was toen super blij
En hij was heel boos op de mensen die Daniël toen hadden verraden. En als straf heeft hij alle rijksbestuurders en de stadhouders in de leeuwenkuil gegooid. En ook hun vrouwen en kinderen. Die waren, voordat zij bij de bodem van de kuil waren, waren ze al verslonden. Nou, dit is best wel een mooi verhaal dus, waarin we zien dat Daniël standvastig bleef in wat hij deed, in het bidden en in het vasten. En dat God ook met hem bleef. Dat hij dus echt vertrouwen had dat God hem zou helpen. Nou, soms bidden wij naar God als wij problemen hebben. Van Heer, help ons, we zitten in de problemen. Los dit alsjeblieft op. Maar Daniël, die zat in een situatie waarin bidden juist ervoor zorgde dat hij in de problemen zou komen. En ondanks dat hij wist dat hij in de problemen zou kunnen komen vanwege die wet die dus was opgesteld, stopte hij niet met bidden. De boodschap is dus niet per se dat God de engel stuurde en Daniël heeft bevrijd van de leeuwen in de leeuwenkuil. Maar de boodschap is dat Daniël het niet stopte met gebed, ondanks de bedreigingen en ondanks de situatie waar hij in heeft gezeten. Wat ook bijzonder is, is dat Daniël een voorbeeld is van iemand die respect heeft voor menselijke autoriteit, maar ook respect heeft voor de goddelijke autoriteit. Hij was namelijk in, zeg maar, de wereld, in het koninkrijk van koning Darius, was hij best wel belangrijk. Hij was namelijk een van de beste rijksbestuurders, maar tegelijkertijd bleef hij ook standvastig in zijn geloof, bad 3 keer per dag en vastte. Dat is niet veranderd omdat hij een rijksbestuurder was. God heeft niet tegen Daniël gezegd dat hij zich moet afzonderen in de wereld, maar God heeft tegen Daniël gezegd, hou je aan de normen en de waarden. En dat heeft hij hier goed toegepast. Wat ook mooi is, is dat Daniël was dus bereid om alle gevolgen die er zouden zijn, dus in een leeuwenkuil vallen, hij was bereid om die consequentie te accepteren, maar niet te veranderen van zijn normen en waarden. Ook niet voor een periode van 30 dagen. Dus 30 dagen niet bidden en naar God, zou je denken is misschien niet heel veel. Maar zelfs dat zei Daniël, nee, dat ga ik niet stoppen. Ik ga dat gewoon blijven doen. Dus van Daniël kunnen wij leren dat bidden en vasten een onderdeel zou moeten zijn van onze dagelijkse routine. Het is dus niet iets wat we in doen voor een situatie van een probleem, maar iets wat we gewoon dagelijks kunnen doen. Net als dat we dagelijks naar ons werk gaan en onze normale bezigheden doen, zou bidden ook onderdeel moeten zijn van deze bezigheden. God kan dan ons ook bevrijden als we in een probleem zitten natuurlijk, maar als hij dat wil. Daniël wist natuurlijk niet of God hem zou redden uit de leeuwenkuil, maar hij had het vertrouwen dat God hem bij zou zijn. En als God hem dan zou bevrijden, dan was dat mooi meegenomen. Maar als God er dan voor koos om hem niet te bevrijden, dan was dat natuurlijk ook oké geweest. Dus we zouden God moeten danken voor de goede dingen in ons leven, maar ook voor de slechte dingen in ons leven. Omdat wij soms niet weten waarom God een bepaald ding of een bepaald situatie in ons leven laat gebeuren. Oké, als we dan kijken naar het vasten. Daniël heeft altijd al gevast. Als we terugkijken naar Daniël 1, toen, zeg maar, voordat hij naar het koninkrijk ging, was hij met een groep mannen, waren zij soort van leerlingen. 3 jaar lang werden zij soort van opgeleid. En zij kregen toen van de koning best wel veel eten, maar ook wijn en andere lekkernijen. Maar hij was toen met 3 anderen en zij hebben toen tegen de verantwoordelijke die dat eten aan hun gaf, gezegd van oké, bedankt, maar wij willen dit niet eten. Wij willen gewoon plantaardig eten en water drinken. Nou, de verantwoordelijke had toen tegen hun gezegd, tegen Daniël gezegd en de mannen met wie hij was van oké, maar dat gaat er wel voor zorgen dat jullie minder sterk zullen zijn dan de andere mannen met wie jullie zijn. Toen zei Daniël van oké, geef ons een proeftijd van 10 dagen en als wij dan niet even sterk zijn als de rest van de mannen, dan zullen wij eten wat jullie ons geven. Nou, de verantwoordelijke was daar toen oké mee. Hij heeft toen gezegd van
is goed, ik geef jullie de 10 dagen. En dan gaan we na 10 dagen kijken of jullie wel sterk genoeg zijn. En na de 10 dagen ging de verantwoordelijke kijken. En toen waren Daniel en de 3 mannen met wie hij was sterker dan de anderen. Dus daar kunnen we ook zien dat het vasten niet per se ervoor zorgt dat wij minder sterk zullen zijn. Of dat het ervoor zorgt dat wij lichamelijk zwak zullen zijn. Dat is helemaal niet zo. Daarnaast is het vasten iets wat ons sterker kan maken in ons spirituele leven. Het kan ons helpen om een routine op te bouwen voor het bidden. We hebben al gezegd, Daniel die bad 3 keer per dag. Soms zijn wij moe of hebben wij geen zin of lukt het ons niet. Vasten kan ons dus helpen om een discipline te creëren en echt een routine op te bouwen. Dat het dus echt onderdeel van je leven wordt. Daarnaast, als jij nee kan zeggen tegen een, laten we zeggen, een chocolaatje, dan kan jij ook nee zeggen tegen een zonde. Het verhaal van Daniel is een heel mooi verhaal. En het hele boek van Daniel is eigenlijk heel erg mooi. Dus ik zou jullie willen aanraden om dit in deze vaste te proberen te lezen. Misschien kan je er nog meer uithalen dan wat ik nu verteld heb. En kijk vooral naar de volgende aflevering. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.